Oelala. Ja, het is tijd voor de Game Changer. Ja. En die Game Changer staat elke week in een speciaal thema. Ja. Debbie, voor jou even kort. De Game Changer is gewoon een soort van quiz. Onder tijdsdruk. Elke week 25 vragen in een bepaald thema. Meestal iets actueels. Vandaag ook. Namelijk, het gaat over mij. Nou. 25 vragen? Ja, we willen niet zeggen dat ze allemaal behandeld worden. Meestal wel een heel eind. Maar wat we doen, we starten altijd een liedje in. Wat ook weer met het thema te maken heeft. En als het liedje is afgelopen, is de quiz afgelopen. We gaan om en om mogen jullie dobbelen. Het nummer wat je dobbelt is het nummer van de vraag dat je krijgt. Ik heb meerdere vragen per nummer. Dus als je zeker hetzelfde hebt, kan. Om en om dus. Als je de vraag goed hebt, heb je een punt. En als het liedje is afgelopen, kijken we wie de meeste punten heeft. Dat is eigenlijk het hele ding. Okay. Deze week dus allemaal vragen over mij. Ja. In het algemeen. Het zijn allemaal meerkeuzevragen. Het een of het ander. Want ja, zo lang kennen jullie me ook weer niet natuurlijk. Ja, maar het is ook best lastig natuurlijk. Ja. Ja. Lastig. En wat zijn de consequenties als we het fout hebben? We mogen niet meer mee naar het Waalstrand. Nee, wel. Oh. Jawel. Okay. Onder dwang. Oh. Nee, oké, ja, daar krijgen we het al. Goed. Het liedje waar we het op gaan spelen. Sorry, ik speech een beetje. Dat kan maar één liedje zijn natuurlijk. Is in... Klein stukje van The Greatest Show on Earth. Ach, vanuit Riz. Welk deel? Live. Live. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk. Ja, die hebben we al paraat. In ieder geval, dat gaan we dus spelen. Debbie mag zo meteen beginnen. Om en om dobbelen voor een vraag. En dan de vraag goed beantwoorden. Komt-ie. De Him for the Weekend Game Changer. Ja, Debbie. Gooi maar. Zoveel concentratie. 6, 4 of 10? Hoe gooi jij? Gewoon met 2 dobbels. Met 2. Oh, en 10. Dan? Ja, nee, je moet met 2 gooien inderdaad. Dus 10. Wauw. Ja, gelijk een leuke vraag. Naar wie ben ik vernoemd? Is dat naar een acteur of naar een gitarist? Ik denk een gitarist. Ja, klopt. Rick Parfitt van Status Quo. Nice. Ja. Oh, 11. 11. Welke schoenmaat heb ik? Oh, daar heb ik net wat gezegd. Ja, we hebben het net nog over gehad. Ja. Een hele gesprek in de lift. Dat is 46. Ja, helemaal goed. Nou, daar ben jij weer. 6. Even kijken. Van welke artiest was het eerste concert dat ik ooit bezocht? Was dat Anouk of Anastasia? Ik denk Anouk. Nee, het was Anastasia. Nee, serieus? Ik wist het. Ik heb 3. Jij hebt 3. In welk jaar ben ik in Nijmegen gekomen wonen? Is dat 2011 of 2013? 2013. Ja. Dat is helemaal goed. Oh. Debbie. 7. Hoe heten mijn ouders? Is dat Petra en Johan of Vera en John? Ik denk Vera en John. Nee, maar heet jouw vader hetzelfde als die van mij? Johan. Johan, heet ja? jouw vader ook Johan? Ja. Johan Derksen, zo heet je vader. Ja. Dat klopt, ja. Dat is ook wel grappig. Ja, maar niet die Johan Derksen. Nee, alsjeblieft. Niet de storre man. Okay. 7. 7. Hoe heet, ja, die weet jij ook. Hoe heet mijn zusje? Wendy of Mandy? Mandy? Ja, tuurlijk. Debbie. 12. Van welke artiest heb ik de meeste fysieke cd's? Is dat Lady Gaga of Nightwish? Oei. Ja. Dat weet ik denk ik ook wel. En dan denk ik... Nightwish? Ja. Ja, maar... Oh nee, ik dacht toch Lady Gaga. Nee, ja, ja. Ja, nee, maar dan moet je eens met hem naar een concert gaan. Ja, nee, maar ik zit anders. Oké. 12. 12. In welk jaar ben ik geboren? Is dat in 1989 of 91? 1989. 91. Ja, te laat, jongen. Kom op. Ik word een rondgetal. Ja. 9. 9. Welk tv-programma heb ik als eerste gepresenteerd bij deze omroep? Is dat N1 bezoekt of Him for the Weekend? N1 bezoekt. Ja, klopt. Ja. Ja, helemaal goed. 9. 9. In welk jaar ben ik bij deze omroep komen werken? Is dat 2012 of 2014? 2014. Nee, 12. Oh, 12? Helaas. Oh. Voordat je naar Nijmegen kwam? Ja. Oh. Oprecht. Oh. Oh, je bent aan de beurt. Ja, vijf. Dat is altijd even verwerken. In welke plaats ben ik geboren? Is dat Wageningen of Zetten? Zetten. Nee, daar heb ik gewoond. Maar ik ben geboren in Wageningen. 5. 5. In welk dorp ben ik opgegroeid? Zetten of Heteren? Zetten. Ja, één koppertje. Debbie. Ja, ik ben nog bezig. 9. 9.
Waar hebben wij elkaar ontmoet? Is dat bij deze omroep of op Forza Rock? Dat is bij deze omroep. Heel goed. Ja, ja, ja. Vraagje, maar... Voorbereidend werk doen, hè? Ja. Zes. Wat is mijn lievelingstaart? Is dat kersenvlaai of monchoutaart? Monchoutaart. Ja. Want dat is vlaai. Ja, maar waarom maar hebben dan, we die nou niet dan? Maar dan bij voorkeur de monchoutaart die mijn moeder maakt. Nou, niet zomaar een monchoutaart, maar die specifieke monchoutaart. Maar die is er nu niet. We kregen wel vlaai. Ja, ik ga niet mijn moeder vragen om voor mijn collega's een taart te maken. Ah, je bent jarig. Je wordt maar één keer 30. Ik krijg hem morgen. Oh. Nou, tot morgen dan. Ja, dat is goed. Wie was snel? Ja, ik. 4. Oh ja. Bij welke supermarkt heb ik nooit gewerkt? Is dat C1000, Super de Boer of Jumbo? C1000? Nee, Super de Boer heb ik niet gewerkt. De andere twee wel. 7. Hoe heette het allereerste tv-programma dat ik bij deze omroep, waar ik aan heb meegewerkt in deze omroep? Is dat Buurten of Cinema? Cinema. Ja. Maar goed. 11. Bij welk bedrijf werkte ik als eerste in Nijmegen? Is dat Supermarkt Jumbo of Hotel Manna? Hotel Manna? Ja. Maar goed. 5. Op wat voor soort basisschool heb ik gezeten? Is dat een vrije school of een christelijke school? Vrije school. Nee, christelijke school. Oh, echt? Ja. Was het dichtstbij. Ja, ja. Wat zei jij? Dichtstbij God. Dat was mijn excuus ook volgens mij. Wat is jouw getal? Oh, 8. 8. Van welk festival was ik op de allereerste editie aanwezig? Is dat Appelpop of Down the Rabbit Hole? Down the Rabbit Hole. Ja, helemaal goed. 3. Oeh. Ja. Dit is heel spannend. Nou, vertel. Want jij krijgt die vraag nog wel. Ja. Maar op dit moment staat het gelijk. Ah. Oh. Ja. En jouw, welke nummer zei jij? 3. Dan is dit jouw vraag. Nou. Hoe heet de middelbare school waar ik op heb gezeten? Weet je het uit je hoofd? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Is dat het CHU of het HPC? CHU? Nee. Oh. HPC. Oeh. Nou, dan blijft de eindstand 6 punten voor Debbie. Woe! En 6 punten voor Miguel. Nou, dat is eigenlijk wel een heel veilige stand, hè, dit. Ik wou het zeggen, dat hebben we best netjes gedaan. Of zullen we die laatste paar vragen even snel afwerken totdat 1 van jullie een punt scoort? Ja, dat kan ook. Dat kan heel ook. Snel, Debbie. Ik kan niet tegen mijn vrienden. Ik ga gewoon een rijtje af, hoor. Even kijken, welke opleiding heb ik gevolgd? Is dat podium- en evenemententechniek of audiovisuele productie? Audiovisuele productie. Ja, dat is goed. Maar dan mag jij er ook nog heen, anders is het onredelijke kans. Ja. Hoe heet het allereerste tv-programma bij deze omroep dat ik zelf heb gemaakt? Is dat N1 Bezoekt of Bring the Noise? N1 Bezoekt? Nee, dat was Bring the Noise. Och, Debbie, ja. Dan heeft Debbie gewonnen! Mag ik weer een flamingootje dan? Ja hoor, zeker. Je mag geen flamingootje. Je mag je hele toren naar achter tikken als je wil. Goed, gefeliciteerd Debbie. Yes. Even een heel lekker nummertje luisteren nu. Oh. Wil jij nou meer of minder flamingo's? Meer. Ik wou net zeggen, liken, abonneren en gewoon even delen. Dat is het enige wat je hoeft te doen.